beste allemaal, welkom bij een nieuwe Marieke's Go. En het is weer woensdag, lieve mensen, en dat betekent dat alles in het teken staat van de kunstroute van Zwolle. Even een korte samenvatting. We zijn begonnen bij Nen de Kunst, de kunstenares. Daarna zijn we doorgewezen naar het kunstzinnige warenhuis Blauwdruk. Vanuit Blauwdruk zijn we gegaan naar Galerie Het Langhuis. En vandaag gaan wij naar Marit Otto, beeldend kunstenares. Kom maar met me mee, mensen, en volg mij. Zo, mensen, ik ben dus nu in de Goudsteeg en ik beland bij de Koestraat, waar Marit Otto zit op nummer 10. En dan gaan we even aanbellen. Nou, mensen, ik ben nu aangekomen bij Marit Otto en ik ga er even aan jullie voorstellen. Ik ben inderdaad Marit Otto, zoals je al zei. Je bent kunstenaar in Zwolle aan de Koestraat. Ja. Dus echt hartje centrum. Ja. Ja. En wat een gaaf pand heb je. Ja. Echt fantastisch. Ja, het pand is, het is een tijdelijk atelier. Ja. Anders was ik hier waarschijnlijk nooit terecht gekomen. Nee. Maar het is een project van een projectontwikkelaar. Ja. En ze zijn op zoek naar een invulling voor. En tot die tijd zit ik hier op stand. Gaaf. Ja. Ja. Heel gaaf. En hoe lang ben je al kunstenaar? Nou, ik ben kunstenaar sinds ongeveer 1996. Ja. Yeah. Dus tel me uit. Dat is lang. Ja, dat is zeker lang. Ja, precies. Wow. Ja. Ik ben min of meer begonnen met een hele voorzichtige aanloop. Dus ik had er altijd baantjes naast. Kijken hoe het zich zou ontwikkelen. Ja. En van het van kwaad tot erger gegaan, zeg maar. Dus, ja. 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 Wauw. En werk je ook samen met andere kunstenaars? Ja, mijn meest recente samenwerking is met kunstenaar uit Den Haag, Harley Davelaar. Ja. En daar heb ik je hebt er misschien al net een shot van gemaakt, een beeld van gemaakt, waarin de Nederlandse Antilliaanse verhoudingen zichtbaar worden gemaakt. Ja. En die leunen, kikkeren en liggen we aan, leunen ruggelings tegen elkaar aan en houden elkaar in balans. Ja. Dan verder welke betekenis er aan toegedicht wordt, is voor de kijker zelf. Maar ja. Wij hebben zo ons idee bij. Dat was vorig jaar. En verder heb ik veel samengewerkt met Mirte Langelaan, dat is een Zwolse kunstenares. Ja. Mark van Enk. En ook recent met Chantal de Wolde. Zij maken hele grote plastic objecten, beelden, beesten eigenlijk. En ze doet ook educatieve projecten. En daar heb ik samen met haar heb ik ook een educatief project gedaan over afval. In het Langhuis toevallig, waar je recent bent geweest. Ja. Transform Trash heette dat. Ja. Oh, gaaf. Ja. Gaaf. En ik zag dat je hier ook twee stagiaires hebt. Ja, dat klopt. Ja. Kunstenaars in de dop of kunstenaars in wording. Ja. Dat zijn Damien. Ja, we lopen er wel even heen. En Freek. Leuk. En die kunnen zichzelf eigenlijk het beste introduceren. Ja. Hallo. Hallo. Mannen, stel je even voor. Ik ben Damien, ik doe rond 22 jaar en ik doe nu een opleiding op het CIBO. En veel met kunst bezig ook. Gaaf. Ik ben Frank Funtel, ik ben 19 jaar, van mijn school. Oké. Okay. Ik ben nu gestageerd bij Marit. Nou, gave stageplek hebben jullie. Ja, zo Marit, wat betekent kunst voor je? Nou, ik heb jouw vragen gisteren al even doorgenomen en toen dacht ik van eigenlijk is het beste antwoord alles. Ja. Voor mij is kunst een manier om mijn gedachten te ordenen, om het leven te begrijpen, om mijn hoofd stil te krijgen. Mijn hart te luchten eigenlijk. Ja. Dus ik val daar helemaal mee samen. En niet alleen als kunstmaker, maar ook als kunstbewonderaar. Als ik naar kunst kijk, dan klopt mijn wereld. Ja. Op een of andere manier werkt het in mijn hoofd zo. En Dus dat betekent het voor me. Je kan heel veel mensen aan het denken zetten. Je kan issues aandragen waar je tegenaan loopt.
je kan mensen prikkelen om uit hun comfortzone te komen of juist over hun eigen horizon heen te kijken. En ik denk dat het echt heel van wezenlijk belang is, ook in deze tijd, waar je ziet dat kunst eigenlijk ook vaak een beetje onder druk staat. Dat mensen soms zeggen van ja, waar gaat het eigenlijk over? Of wat is eigenlijk het belang ervan? Weet je wel, die denken dat het een soort ijdelheid is. Ik denk dat zit er ook aan, ongetwijfeld. Ja. Maar een maatschappij zonder kunst is een hele nare samenleving. Van wie of wat krijg jij inspiratie? Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, ooit was dat bij aanvang van mijn carrière, dat klinkt zo raar, maar goed. Ja. Voordat ik begon was dat echt Picasso, omdat hij belichaamde voor mij alles wat ik dus zocht in het leven. Zo'n stukje eigenwijsheid, autonomie en een soort vernieuwingsdrang. En daarom was hij een heel groot voorbeeld, maar het is natuurlijk ook uit de oude doos, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus ik denk, laat ik daar nog een paar wat actuelere namen aan toevoegen. Ja. Lucian Freud is sowieso een hele mooie naam. En als je nog iets hedendaags, dan kom je bij Mark Bijl. Ja. Of bij Anthony Cromley. Die misschien, als ik verwijs naar het beeld bij Lelystad, de hurkende man. Ja. Er zit heel veel poëzie in zijn werk, vind ik prachtig. En dichter bij huis, Riemer den Oude, dat is zijn collega, vriend. Okay. En ik vind hem echt een fantastische, integere, goede kunstenaar. Mooi. En heel bescheiden, dus daarom zeg ik dit nu ook. Ja, mooi. Ja. Mooi. Materialen werk jij zo al? Nou, ik ben van huis uit eigenlijk schilder / beeldhouwer / graficus. Dus dat betekent verf, klei, van klei tot gips tot nou, you name it. En de computer. Maar daar is eigenlijk recent een stukje materiaaluitbreiding bijgekomen vanwege project Klimaat Madonna. Ja, kan je even laten zien? Transform Press, laat mij even zien. Hij is nog in wording, dus dus nog niet af, zeg nee, ik erbij. Nee. Maar deze kant gaat het wel op. Ja. Ze krijgen nog een mooi gezicht. Maar handen komen hier ook aan. Want ik zag dat jij echt prachtige gezichten maakt van plastic en ook handen, want ik had natuurlijk al stiekem gekeken. Oh ja. Ja. Nou ja, dat is wel grappig, want dan moet je eigenlijk daar eventjes filmen. Dat hoort hier. Dit is. Ja. Stapeltje gezichten en ledematen. Ja. En een hoop zooi. Maar hoe zit dat nou? Ik heb van mezelf een gipsen afdruk genomen en van mijn eigen handen. En ik was heel erg aan het zoeken van de opdracht is een Madonna maken van afval. Ja. En ik denk, ja, als ik die verfijning mis van een mooie hand en een mooi gezicht. Dat is natuurlijk Maria. Ja. En dat is een heel sereen en verfijnd vrouwfiguurtje. Ja. Ik wist niet hoe. Dan is plastic wat grofstoffelijk, afval. Ja. Dus daar wilde ik toch een mooie gelaatstrekken, een mooie handje. Niet dat ik mijn eigen gezicht dan mooi vind, maar dat was voor handen. Ja. En daarna was het dus een zoektocht van hoe ga ik dit nou weer omzetten naar plastic. En dan heb ik met de Sibab hartstikke leuke afspraak gemaakt. Ja. Ik heb een aantal testjes gemaakt. En dit is één test. Dit is eigenlijk de eerste intentie om het te laten vacuümvormen. Dus mijn gipsen handen te laten vacuümzuigen in plastic. Gaaf. Dat is gewoon pet. Alleen het lukt niet om dat zeg maar helemaal rondom te krijgen. En op een gegeven moment zuigt hij te hard aan en dan komt de zuurstof bij. Nou ja, het is een heel technisch verhaal. Ja. Maar dan lukt dat dus niet. Toen dachten we, nou, gaan we toch maar 3D printen. Ja. En dit is de eerste 3D print. En het is allemaal een vrij technisch verhaal. Want eigenlijk moet je het zo zien, er wordt een 3D scan gemaakt.
Ja. Foto. Ja. Rondom. Ja. En die foto wordt vertaald naar een scan, wordt vertaald naar een print. Ja. Maar er zitten allemaal nog kleine flaws in, foutjes. En nou ja, kort te gaan, die zie je pas als de printer is. Dus dit is er ook weer een tussenfase. Ja. En nu hebben we echt, heeft Damien onder andere gedaan in een programma, heeft die scans helemaal bewerkt, zodat er hele mooie, fijne vrouwelijke handjes uitkomen. Want dit is nog een beetje een, ja, nou, een robuuste mannenhand, zeg maar. Ja, ja. Dat was niet de bedoeling. Ik vind het heel knap. Dus dat is eigenlijk, het is een zoektocht. Ja, mooi. En waar komt de Maria te staan als het af is? Zo, het is een opdracht van het Dominicane klooster in Assendorp. Ja. Ik denk dat iedereen het wel kent. Als je het niet kent, ga ik toch even reclame voor ze maken, want het is een prachtig klooster. Ja. Ga daar beslist een keer kijken. Ja. Of je nou religieus bent of niet, het is echt een centrum van verstilling en van schoonheid. En de Dominicanen zelf zijn ook een hele mooie open gemeente, vind, ja, ik. Ja. Heel filosofisch ingesteld, een open blik op de wereld. Dus interessant vind ik, leuk dat we dat in Zwolle hebben. En zij zetten de Maria in ieder geval na de Earth Hour, want zij wordt met Earth Hour 24 maart vanaf 7:30 door de stad gedragen in een processie. Dus ook gelijk weer een oproepje van iedereen is uitgenodigd om in die processie mee te lopen, want zij zal uitgelicht worden in het donker en ja, in een bepaalde route door de stad, terwijl hopelijk al het licht overal uit is, rondgedragen worden als symbool en als aandachtspunt voor de klimaatverandering. Wat mooi. Ja. Marit, wat is het gaafste wat je ooit hebt mogen maken? Nou, ik heb best wel heel veel hele gave projecten gedaan. En dat behoort inmiddels jammer genoeg tot het verleden. Ik heb jarenlang, ik denk 13 jaar lang, voor 5 mei festival allerlei kunstprojecten gedaan. Soms in grotere gezelschappen, maar op het laatst eigenlijk in kleine gezelschappen met soms 2 tot 3 kunstenaars en een aantal vrijwilligers. En dit soort projecten heb ik samen met Mark van Enk, ook een Zwolse kunstenaar, en in samenwerking met Niek van der Sprong, is van het 5 mei festival gemaakt. En ja, ik start een filmpje en dan zal ik uitleggen wat we eigenlijk gedaan hebben, want dat was de ere van, even kijken, ik moet nog even nadenken, zoveel jaar vrijheid. En dat was een zoveel jaar bevrijdingsfestival, dan moet ik nog bij, hou me even ten goede. Maar in ieder geval was de opdracht een loopbrug maken van 135 meter lang over het festivalterrein. En een loopbrug die zou aanzetten tot, tot stukje interactie. Dus een interactieve installatie van 135 meter lang. Zou het landelijke startpunt zijn van de 5 mei festivals. En we hebben dus een brug gemaakt. Even kijken. Van, hier zie je, dit is een animatie, dat is destijds ook gemaakt. Die zwart-wit blokken. Elk blok staat een tegenstelling. Dus mensen werden dus gevraagd om via die zwart-wit blok keuzes te maken. Ja. Woorden als homo, hetero, hindoe, bhagwan, kerkstaat. Rare keuzes soms. Ja. Maar je moest dus eigenlijk die brug lopen en constant kiezen waar ga ik. Maar ik ben daar geloof ik nog steeds heel erg trots op dat we toen toch voor elkaar gebokst hebben. En dat het ook echt een indrukwekkend geheel was. Ja, heel mooi. Heel tof. Ja. Ja. Marit, heb jij nog een droom? Een droom? Om te verwezenlijken? Ja. En dat bedoel je qua, ambitie of qua kunst? Ja, wat je nog heel graag zou willen. Nou, ik heb erover nagedacht. En toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik, wat het allerbelangrijkste is voor mij, is, het klinkt heel zeverig, maar ik heb bedacht dat uiteindelijk word ik daar het gelukkigst van. En word, denk ik in mijn werk misschien ook het beste van. Ja. Is, ik wil alleen maar meer zen worden. En dat woord zen, dat is, wordt altijd misbruikt. Maar ik bedoel eigenlijk dat je heel erg kernachtig de dingen doet omdat je ze wil doen. En eigenlijk zonder dat je bezig bent met de vraag, hoe relevant is het? Hoe verhoud ik mij tot de rest? Wat vindt men ervan?
En ik zie dat je ook nog shirtjes verkoopt. Wat gaaf. Ja, dat klopt. Dat is een aantal jaar geleden ben ik dat gestart. En ik vind het ontzettend grappig om er zoiets iets naast te doen. Het is eigenlijk een commerciële activiteit. En laat ik het maar zo zeggen, het is een beetje een eigenwijs label. Ja. Wat ja. Gewoon zijn eigen gang gaat, zoals ik een beetje ben. En ik denk dat het hele toffe shirts zijn. Ja. Maar ja, daar moet je zelf maar achterkomen. Ja. Yes. Nou Marit, het magische moment. Je mag de sticker plakken op het stadsplattegrond van de kunstroute van Zwolle. Kijk. Het is de vraag of ik hier nog zit, nog lang. Ja. Nou, ik hoop het wel voor je. Ik zit dus ongeveer hier. Ja. Dus ik ga zeg maar hier mijn stickertje plakken. Zo, wauw. Koestra 10. Ja. Helemaal geweldig. Bij deze vastgelegd. Ja, ik plak, dus ik besta. Yes! Hey, dankjewel Marit. Zo lieve mensen, dit was echt een superleuke vlog bij kunstenares Marit Otto en haar twee stagiaires. Ik was helemaal ben ik onder de indruk van haar creativiteit, want wat kan zij veel zeg. Echt bijzonder. Ik heb ook alvast een heel leuk shirtje bij haar gekocht voor mijn man. Dus het gaat helemaal goed komen. Lieve mensen, wanneer jullie je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je dan op Marieke's Go. Geef leuke likes, vind ik ook super tof. Ik zou zeggen mensen, samen zetten we de kunstroute van Zwolle op de kaart. En tot de volgende Marieke's Go. Doei doei. Doei.